Heel Rotterdam gaat dit zien. Ja, dat is wel tof, hè? Ben je daar trots op dat je daar dan aan meewerkt? Ja. En wat is dit? Een vlam. Een vlam, ja. Een draak heeft natuurlijk veel vlammen. Opperste concentratie. Het Chinees nieuwjaar zorgt ervoor dat heel Rotterdam rood kleurt deze dagen. Zo ook Katendrecht, waar komende zondag een optocht is om het begin van het jaar van de draak te vieren. De laatste jaren knutselt Martin met kinderen traditioneel een draak in elkaar om in die optocht mee te lopen. Nou, doet hij het een beetje goed? Ja, hij moet ook uitsteken, want de vlammen slaan hem uit, hè? Dus ze moeten er niet tegenaan. Ze moeten er echt uitsteken. Ik werk voor Steensoep en daar doen we heel veel met natuur- en milieueducatie, maar ook met creativiteit, omdat het heel belangrijk is dat kinderen weer technieken leren. Op school, het is heel moeilijk op school om te leren knutselen en daarmee zie je gewoon, het is heel belangrijk voor ze dat dit ook gebeurt. En dit is een project wat heel lang duurt en waardoor je het kan laten staan. En dat is ook iets heel anders dan een klein projectje wat je snel in elkaar zet en dat gaat dan mee naar huis. Wij maken vlammen. Oh, en waarvoor? Dat stoppen we in de mond van de draak, want dat lijkt het meer echt. Wat heb je gemaakt? Vlammen. Allemaal vlammen, joh. Waarom maken jullie allemaal vlammen? Dat is voor de draak. En waarvoor maken jullie die draak? Voor een Chinees nieuwjaar. Dit jaar is het jaar van de draak. Ja, en hoe is het dan om een draak te maken die dan toch in die optocht mee gaat lopen straks zondag? Nou, de eerste keer was heel bijzonder. Omdat ik dacht, ja, we mogen een beetje aan de rand meedoen. Zo, weet je, een beetje voor spek en bonen meelopen. Maar het verzamelpunt was Belvedere. En daar zat de Chinese gemeenschap zat daar te eten. En daar moesten we dus met die draak door het restaurant om ons klaar te maken. En we kwamen binnen met die kinderen en die draak. En het viel helemaal stil. En ik dacht, oh god, dit vinden ze natuurlijk helemaal niks. En toen stond er iemand op en toen begonnen ze allemaal te applaudisseren. En toen dacht ik, oké, nou hartstikke leuk. En vanaf dat moment zijn we hem jaarlijks gaan maken. En wat weet jij allemaal van Chinees nieuwjaar? Als dit jaar baby's worden geboren, die krijgen dan een gelukkig leven en een succesvol leven. Vier jij ook elk jaar Chinees nieuwjaar? Mijn moeder en ik, mijn zusje, gaan er elk jaar naartoe. Oké, en wat weet je al van Chinees nieuwjaar dan? Nou, eigenlijk is dat gewoon net als wij vieren nieuwjaar. Alleen bij hun is het iets later. En hun zijn al verder eigenlijk. Want China begon al eerder met tellen. Terwijl de kinderen vooral bezig zijn met het maken van onderdelen voor de draak en het Chinees nieuwjaar zelf, hoopt Martin dat ze ook vooral veel leren van het knutselen. Heel veel knutselen is eigenlijk geometrie in de praktijk. Ja. Het is natuurkunde in de praktijk. Ja. Dus, en het is heel belangrijk voor die hersenontwikkeling dat je die kinderen niet aan een lopende band zet van cijfers en letters. En laat hem maar lekker zo uitsteken, want dat hoort ook eigenlijk. Want het zijn eigenlijk vlammen die uit zijn mond komen. Dat is eigenlijk het hele idee. Nou zijn ze druk bezig. Hoe is het resultaat tot nu toe? Boven verwachting. Ja? Ver boven verwachting.